Lekker Jan, hè? Oh, dat gaat er wel in, hè, jongen, had ik wel verdiend. Ja. Hè? Van een stuk lopen helemaal. Nou, ik vond het geen vent. Mijn broek zakte er vanaf. Ja. Hij piept een beetje. Of ben ik daar zelf? Dat is me niks verbazen in ieder geval. Hè? Nee, dat is wel handig kunnen, ja. Zeg, George. Als ik hier zo eens rondkijk, hè? Dan is er niet veel veranderd in 75 jaar, hè. Ja. Toen een tent en nou nog steeds een tent. Waar zit je, Jan? Ik zei, er is niet veel veranderd. 75 jaar geleden een tent en nou nog steeds een tent. Nee, dat is waar, Jan. Het wordt tijd voor een fatsoenlijke kantine. Ja, daar moest maar eens gezeten worden, ja. Daar moest maar eens gezeten worden. Zin ik dat, Jan? Nou, weet je wat het is, mensen? Ik zie niks, jongen. Hij is doof. Hij hoort maar voor de helft. Er is die les nog veel bij een oorarts geweest. Die zegt tegen hem, dan gooi ik een stukje van uw oor afsnijden. Als je niks meer hoort, dan is het goed. Nooit meer iets gehoord. Wat zin ik, Jan? Dat bedoel ik nou. Hier op deze foto, hè. Ziet u die foto allemaal? Daar kunnen we het beste zien, hè. Hier op die foto. Toen herinner jij nog goed met die grote flaporen van jou. Want deze zijn wij. Deze. Welke waren jij, Jos? Welke waren jij? Ik ben het vraagteken. Vraagteken ben ik. Oh ja, vraagteken, jij maakt een vraagteken. En ik ben hier met die muts op daar. Met die muts op. Ja. Is dat zin in Jan? Dat wij hier op deze foto staan. Die foto? Ja. Ja, daar staan wij op. Ja. Ja, Jan en ik. Hè? Jan is die meest mee die zwarte hoed. Hè? Die heeft die overgehouden van het Drie Koningen zingen. Hè? Geef men een nieuwe hoed. Zoals ze dat kennen, ja. Drie koningen. Drie koningen. Geef men een nieuwe hoed. Ja, nou, zo lekker. Drie koningen. Ze luisteren wel, hoor. Wel, meneer Jan? Dat ze wel luisteren. Ja. Hé, en die foto, hè, die is genomen. Dat was een gouden generatie. Dat was een gouden generatie en ook een groen-geel generatie, zal ik maar zeggen. En dan hoe wij eruit zagen, die tenues en zo, jongen. Och, jongen. Hé, hey. En wat denk je van die schoenen? Van die schoenen, jongen. Daar kon er niet fatsoenlijk op lopen, laat staan voetbal. Van Horen zeker. Zeg, George, rustig, die foto die is genomen in 1946, met een oude toren. Schoon, hè? Schoon. Wat denkt u van die bal? Die bal, wij hadden als club toen, hadden wij maar één bal. De rest hadden de Duitsers meegenomen. Zomaar met onze fiets. Waar zijn jullie dan? Dat we maar één bal hadden. Ja, wij hadden als club hadden wij één bal. Ik had zelfs meer ballen als heel de club. Ja. Dat hebben wij wel gezien tijdens het omkleden in de werkplaats van Thijs Spoormakers. Ja. Hé, jongens, het veld van Frans Pernenburg, dat was niet veel. Dat was niet veel. Van die koeien vlaaien erop, stond bekant geen gras op. En tegenwoordig, hè. George, tegenwoordig hebben we voor het heel mooi kunstgras. Ben je zinnig aan Jan? Heel mooi kunstgras! Kunst! Kunst, ja, kunst. Bij men is voor het alles kunst. Ik begin met mijn knieën. Ik heb een kunstheup, kunstgebit, kunstoor. Dus
Ja, ja, kust. Wij hadden nog geen lichtmast, hè? Nee, tegenwoordig wel, en gelukkig al twee kanten. Vroeger hadden we al eerder kant, hè? Ja, toen moesten we alles op de taas doen. Wat zeg je, Jan? Dat we alles op de taas moesten doen. Oh, nou, wij moesten alles op de taas doen. Och, ik heb me afgevuld vroeger. Hé, de zin dat er toen nog geen vrouwen even de lijn mag te staan, hè? Hé, hey, Jan, maar even over licht gesproken, hè? Snap je dat nou? Dat is in Geertruidenberg, hè? De elektriciteit maken en dat hier gewoon het licht brandt. Snap je dat nou? George, snap je dat nou? Dat ze in Schiedam je de nevel stoken en dat ik hem hier raak. Die foto is genomen door een wedstrijd tegen Helvert. God, dat ging erop, man. Dat was toen al rivaliteit, hè, Jos? Dat was toen al rivaliteit. Ik weet nog wel dat wij vrijdags ervoor een busje bloemen gingen afgeven in het ziekenhuis in Den Bosch. Ja, ik zeg tegen zo'n zusterke, ik zeg, deze is voor Piet van Helvert. Ja, ze is hier, ligt in de Piet van Helvert. Zeg, maar een zonnige middag wel. Maar we hadden wel gewonnen, hè? 6-0 gewonnen. 6-0. Wat vind jij, Jan? 6-0 gewonnen, Jos. 3-0 gewonnen, hè? Ja. 6-0. 3-0, ja. Oh, je hoort maar voor de helft, hè. Jij moet eens een oorapparaat kopen. Wat vind jij, Jan? Dat je een oorapparaat moet kopen, hè? Hoorapparaat kopen, dat heb ik gedaan. Ik heb een heel, heel bijzonder hoorapparaat, Jan. Dat is er één. Dat is een onzichtbaar hoorapparaat. Kun je niet zien. Oeh, en wat kost, hè? Wat zeg je, Jan? Wat dat ding gekost heeft? Het is ongeveer 10 voor 4. 6-0, ja. 6-0. Trouwens kregen we een dikke jas. Daar hebben we een dikke jas aan gekregen. Oh ja, het was koud. Het was verrekkers koud, ja. Ja, ja. Ja, daar was het. Toen zijn we verhuisd naar het oude voetbalveld. Met door langs de Lei, weet je wel? Weet hij nog? Ja, hè? En daar zijn we ingeflikkerd. En dat was nog diep ook, hè? Dat was nog diep ook. Wat zeg jij dan? Dat de Lei diep was. Ja, ja, de Lei was heel diep. De Lei was diep en och, want wij speelden regelmatig tegen 10 man, hè. Want dan was hun die spits, hè, die was weer in die diepe Lei geflikkerd, hè. Ja, was een diepe spits. Ja, en die kon zijn eigen dan weer verkleden in de Bartel. Ja, daar waren onze kleedkamers, ja. En hoe langer we deden over het aankleden, hoe zatter we weer, hè? En dan moesten we nog beginnen. Voor de wedstrijd trouwens, dan stopten wij onze gebitten allemaal in één tas. Waar zit jij, Jan? Dat wij onze gebitten in één tas stopten. Oh, ja, ja, Jan. Weet je nog, Jan, dat wij onze gebitten in één tas stopten? En die bieren dan na de wedstrijd op een hoop geflikkerd. Alles door elkaar. Er was er die ene bij die zijn eigen taal nog in had. Waar zit je, Jan? Dat er niet ene bij was die zijn eigen taal nog in had. Nee, nee, jongen, er was er niet ene bij die zijn eigen taal nog had, hè. Hey, zo heb ik eens rondgelopen. Ik heb eens rondgelopen een tijdje met de taal van Jan. En dat was me toch lekker? Ja, dat smakte nog wijn. Miswijn zeker. Gelukkig begonnen we in 1967 met de bouw van onze nieuwe accommodatie.
Waar zit jij, Jan? Daar ben je 67 begonnen mee, onze nieuwe accommodatie. Kwetdegradatie. Ja. Ja. We voetbalden in de kelder van een Brabantse bond. Welk? Dat we in de Brabantse bond voetbalden in de kelder. Och, Jan. Ja. Wij hebben ook nog in de kelder gevoetbald, hè, van de Brabantse bond. Nou, dat was geen doen. In de kelder voetbal is geen doen, moeten eens proberen. Wij moesten met 22 man door een heel smal deurtje, een heel stijl trapje af. Stonden er maar 22 man in de kelder, hè, tussen de erpel en de wekflessen en allemaal zaad. Walzaad. Ja, ja, dat was in 1968. De tijd vliegt. Dat de tijd vliegt. Ja, hé hey mensen, maar de tijd vliegt. He? De tijd vliegt. Wel, dat ken ik wel. Want ik kwam lesjes, kwam ik eens veuslaat thuis. Dus in als vrouw, die viet in een wekker. En die naait je zo naar men toe. Weet jij niet hoe laat het is? Ik zeg, ja, dat kon ik niet, snelheid kon ik niet goed zien. Maar ik weet wel dat de tijd vliegt. Ja, vrouwen. Vrouwen die zijn erbij gekomen in 1978. Was gezellig. Ook voor de kapelaan. Dat is niet, Jan. Dat de vrouwen een andere kerk hangen op voetbal. Ja, een andere inkerk bedoelen. Ja. Ja, dat klopt. Zeg, weet er ook een andere kerk gaan op de club? Dat waren Frans Bertus en Victor Verloon. Twee commerciële mannen mee verstaan. Waar zit jij, Jan? Twee mannen mee verstaan. Ja, toen nog wel. Weet je trouwens ook, Jan? Weet je trouwens dat Frans, die heet een huntje? Frans heet een huntje, weet je dat? Ja, dat klopt. Dat Frans een huntje heet? Ja, dat klopt! Weet jij hoe ze dat huntje genoemd hebben? Ik heb geen idee. Helvoort. Helvoort? Helvoort. Ja, want anders niet zo erg als ze hem kapot rijden. Nou, ik moet zeggen landen, maar nou snap ik hem, George. Ja, Jan? Zeg, commerciële mannen, die twee, die vonden dat we de club moesten moderniseren. Shirtreclame, sponsoring, reclameborden, omzet in de kantine. En dat is aardig gelukt als ik zo eens rondkijk. Dat is gelukt, Jan. Maar Jan, weet je eigenlijk waar die oude muur is gebleven, die hier achter de goal stond? Waar is die gebleven, weet je dat? Die hebben ze kapot geschoten. Daar zie je, Jan? Die hebben ze kapot geschoten. Wie, de Duitsers? Nee, Versterne, Vux en Vermeer. Versterne, Vux en Vermeer. Yes. Mooi. Vermeer van dat pert in de gang. Weet het nog? Ja. Ja, de kantine, ja. Zo was het, ja. Ja. Want er staat een paard in de kantine. Ja, ja, ja. Paard in de kantine. Ja, dat loopt niet, hè. Oh, oh, een Vermeer moet ze gewoon bij koeien houden. Nee, joh, nee, die Versterne, Vux en Vermeer, die mannen, die hadden de wieken van de meulen afgeschoten met hun spelsysteem. Die speelden het systeem H-E-H. Hard en hoog. Weet je niet, Jan? Qua jongens waren het. Qua jongens. Zo vroeg ik in 1994 is onder een zekere T. Versterne. Hij hangt er aan de bak. Maar dat is toeval, denk ik. Ja. Hoe kom ik bij de nieuwe zittribune? Vraag ik hem.
Dat weet ik wel, zit hij, maar dat zeg ik niet. Ik zeg, dan zulde gij nooit in de hemel komen. Hij zei, jij niet bij de zittribune. Hoe is het eigenlijk, George? Hoe is het eigenlijk met onze oude trainer, die eerst slager was? Waar zit jij, Jan? Hoe het met onze oude trainer is, die eerst slager was. Oh, je bedoelt die oude trainer, die eerst slager was, bedoel jij? Ja, onze Piet. Wie? Onze Piet. Oh, Riet. Ja, Riet Kamp. Ja. Riet Kamp, ja. Nee, jongen. Piet. Met Piet mochten we gehakt van de tegenstander. Die zorgden er wel voor dat de messen geslepen waren. Ja, ja. Hé, hey, en anders onze assistente Roland Hermans wel. Hé? Hey. Oh, die kan toch hard lopen, Jan? Die kan hard lopen, die kwam ik zo tegen, hè? In de buurt van Zoelen, richting Haren. Ik was met een auto, ik zag hem lopen, ik stop mee met een auto, ik draai mijn pijl uit, ik draai mijn ramko, ik zeg, hé, Hermans, moeten lopen. Ja, ziet hij. Ik zeg, dat is jammer, anders hadden we mee kunnen rijden. Maar Piet, George, Piet heeft het goed gedaan. Veel gewonnen, af en toe gelijk spelletje, 0-0 of zo. Welke dingen, Jan? Af en toe 0-0. 0-0, ja, ja. En bij de rust? Jo. En nou zit hij alweer een tijdje bij Oorschot vooruit. Bij wie? Oorschot vooruit. Ja, ja, Piet wil altijd vooruit. Ja, ja, Piet wil altijd vooruit. Ik heb nog eens ooit een advies gevraagd om Piet hem het zelfvertrouwen van de speulers een beetje op te krikken. Nou zit hij. Lotse is tegen die houten poppen voetballen. Die worden gebruikt voor het nemen van vrije trappen. Gegarandeerd succes. En een dag later belt hij me op. En, zit hij? Zegt verloren. Weet jij trouwens dat PSV ook wel eens heen zit te azen op onze speelers? Wie? VCB? Nee. Dat zou ze willen. PSV! Oh, PC, ja, dat ken ik wel. Daar ben ik wel eens wist te kijken, Jan. En dan komt er daar aan bij zo'n betaalhokje, zit daar een vrouwtje in. Ik geef 10 gulden. Zoals is, ze wilde een kortje of een speuler. PSV, PP. Ja, de huidige landskampioen, toch? Nee, short. Oh, een beetje winnaar. Nee, George. Nee, nee. Oh, halve finalist Champions League? Nee, George. Nee, nee. Weet je trouwens dat Giovanni van Bronckhorst trainer wordt van PSV? Van wie? Van PSV. Nee, hoezo dat? Hij wilde niks meer met voetballen te maken hebben. George, dat weet jij misschien nog wel. Weet jij nog daarbij ooit met de bus naar Goes zijn geweest? Waar zit jij, Jan? Dat we ooit met de bus naar Goes zijn geweest. Oh, Jan. Weet jij nog? Dat we ooit met de bus naar Goes zijn geweest? Ja, dat weet ik. Hé, hey, kreeg dan nog ruzie mee die buschauffeur, weet je dat nog? Ja. Weet je niks meer van. Nee, dat komt zo, hè. Ik stond daar op de bus te wachten. Ja. Dan ziet hij van, hé, menneke, komt er eens vanaf. Dat was niet bepaald een Nemelaar-fan, hè. Weet je trouwens waar je een echte Nemelaar-fan al kunt herkennen? Waar zit je, Jan? Waar je een echt dove joekel. Waar zit je, Jan? Die tekst aan de helft minder gekund, hè. Waar je een echte Nemelaar-fan al kunt herkennen. Ja, dat weet ik wel, dat weet ik wel. Nou? Dat zal ik jou eens vertellen, Jan. Hè? Die heeft een groen sjaaltje en gele taart. Maar jongens, Nemelaar is veel meer toch als alleen voetbal. We denken van de Playback Show, het Oktoberfest, weet ik het allemaal.
Wat denk je, Jan? Dat neemt maar veel meer is dan alleen voetballen. Oh, ja, veel meer. Stop, hè? Of wij denken van een meursmat of een mok in de Nemelaar kleuren. In Helvert hebben ze ook ooit zoiets gehad. Daar gaan ze een postzegel laten drukken met een elftal foto van Helvert erop. Waar vind je, Jan? Helvert op een postzegel. Maar de PTT die had hem al heel snel uit de handel gehad. De mensen wisten niet op welke kant dat ze moesten spiersen. Hé, hey Jan. Nieuw. Wij zijn alweer een beetje ouder, hè? Ja. En wij hebben het natuurlijk niet zo heel lang meer. Nee. Net als de rest, als ik zo hier eens rondkijk. Hé, hey, maar weet jij, Jan, weet jij of ik ook kan voetballen in de hemel? Ik kan het wel even vragen. Of dat kan hierboven. Ik app wel even. Kan iemand even appen? Doe maar even appen. Ja. We appen even. Waar zit jij, Jan? Dat we even appen. En ik heb goeie nieuws. En ik heb kwaai nieuws. Wat? Het goede nieuws is, er is voetballen in de hemel. Ah, dat is mooi. En kwaai nieuws? Je staat er zondag opgesteld. Dan denk ik, Jan, dat het goed is als we nog maar even gaan feest vieren, Jan. Dat denk ik ook. Nemelaar. Begonnen in 1944, is Nemelaar anno 2019 uitgegroeid tot een begrip in Haren en omstreken. Waar sportieve prestaties al 75 jaar hand in hand gaan met gezelligheid. Gezelligheid. Wat is dat? Oh, dan weet ik wel iets, Jan. Ja, zullen we doen? Ja, we gaan doen. We gaan doen. Wat doen? Ja, we gaan doen. We gaan doen. Dat ik jullie, ik wijk mijn broek uit. Dat denk je, Jan? Ik wijk mijn broek uit. Dat ding zit al heel tijd hier. Ziet je dat op het scherm? Kunnen jullie het lezen achterin op? Nee, wij ook niet, hoor. We zitten toch dat je binnenkort aan de beurt bent. Dus we kunnen het ook niet lezen, dus wordt niks aan. Kan hij een beetje dat gezegd van goed? Nee. Hij kan niet goed. Dus misschien kunnen we het even teruggeven, maar ja, dan zijn we maar 8 uur nog aan het zingen. Maar dat gaat goed komen, luister maar lekker naar ons, toch? Doe die, als het maar lekker gezellig meedoet. Dit is even een begonnen gezelligheid, hè. Daar is de Nemelaar ook voor. Gezelligheid. Jos? Ja. Zullen we hier doen? Doe maar hoor. Doe maar. In 44 was het klaar. Het was juli van dat jaar. Er werd de klukke opgericht. Het voetbal kreeg door een gezicht. Kreeg de naam van het kasteel. De kleuren groen en geel. Zo begon het in de tijd. Dankjewel. Nemelaar, het was een feit. Maar daar gaan we best wel. Iedereen die voelt zich best.
wij nemen haar een warme nest. Niet alleen sportiviteit, het gaat ook om gezelligheid. Samen met je eigen team, wel, ga je samen voor het team. Nou, we best wel zelfs en dan komen we. Ja! Hey,